Start. Ja, zie, nu staat er al live zit. Tom is me dan nu. Hij is er nog dat was zonder probleem. Oké. Okay. Ja, hij is er nog dat was zonder probleem. Ja, en gekeurde zijn toen ben ik dat hij wel live was. Man. Hoe zat het met dan? Ja, man, ja. Ja, en dus even, moet ik weer opnieuw beginnen, even. Ik vind dat toch maar niet raar, hè. Maar dat is toch zottelijk? Ja, ik snap het, wat niet doen, maar goed. Snap het wel iets. Want op mijn andere profiel open doe, zegt hij continu dat hij crash. Dat hij met een, ja, met zijn loon met een crash zit. Ja, het is komiek, kijk. En de game prof, game versie staat al goed. Ja? Ja, maar anders zou die niet kunnen spelen, hè? Zet je nu ook een pro-modster in, hè? Is dat het iets wel raar is, hè? Kijk, ik kan het kind ook doen, hè? Dat was kwam zo, hè? Afsluiten. Oh, maar wacht, kijk. Moet ik hem heel afsluiten? Nee, kijk. Kan je die hier pakken, nu? Dus die een grote. Ja, kan ik het nu niet in mijn ding? En die mods kunnen niet meer op trekkers en peren. Ja, wacht. We zijn direct weer, ja.
Als je mots aflegt. Maar niet met een mod zijn, want het staat erop, het bestand is niet compatibel met huidige geïnstalleerde mods, de opslag bevat... Dus komiek, hè? En nu zit er niet zijn wat mods in, nu. Maar ook toen die papa doet het wel. En kijk, hier staat, kijk, is een gameversie. Dus het is dat ik ook niet versta. Hoe dat komt. Ja kijk, je zit niet met een update of gelijk wat, bijvoorbeeld, alleen... Maar ik vind het inderdaad wel kak dat ik heel opnieuw moet beginnen. En nu gaat het doen zonder probleem. Het zijn met dezelfde mods, hè. Ik denk niet voor te zeggen dat het een ander is of gelijk wat, hè. Voilà. Dus, waar zit zijn probleem? Waar zit zijn probleem?
En bij hier start hij wel nog, zeg je? Ja, de werker start hij gewoon. Dus wat leg je toen? Profiel. Ja, heb je nog groot? Als je nu. Je pakt de bovenste laden, hè? Ja, wacht hè. Als je er nu een paar daaronder pakt, van daarvoor. Ah, ja. Ik heb nu wel een stream met ink, maar dat kan ik ook niet. Hup. Dus er een heel moop van onder een paar. Is dat die dat je bedoelt? Ja. Want het is wel begonnen na die money cheater. En als je niet die money cheat wat? Toen. Ja, Hans, Hanneke, Hans, naar boven. Autosaves, ja, autosaves aanklikken. Ja. Wat? Wanneer zou je die money cheat gebruiken? Goeie vrouw, kijk hier. Oh, nu een keer. Vier keer naar 2023. Als hij nou wel doet, ligt het wel aan, denk ik. Nu doet het wel. Maar waar ligt het probleem toen? Als jij van die money cheat gepakt hebt he, met je 14.000 levels. Het is wel begonnen erachter, hè? Niet die veel is aan hier, Remco. Nou, wat? Natuurlijk, nu moet nu wel heel aanpassen. Ja, je kunt er ook een keer kijken. Voor daarboven wat laden, hè, dat je niet ver. Ah, ja. Want het is nog een. Configuratie. We gaan nog die ramp passen. Die is goed. Kleuren. Weet je wat al. De locomotor ook nog erin, hè. Als je erboven nog wat laat, dan heb je die locomotor er automatisch nog in zitten. Nee, dan moet je dat niet opnieuw doen. Ah ja, ja. Van 2024 zou ik op te beginnen. Oké, dan nu, level 102, ah ja. Ja, wacht. Wat doe ik het nu? Moet hem eerst eens webstart. Ik heb nog kunnen aanpassen, niet Remco? Wat hier? Want kijk, het is nu die van 112. Je moet gewoon in een game dan, hoe dat je vorige save games laat, als je krijgt, als je op. Ah ja, hier, opslaan. Hier. Din. Ja, ik zal het even proberen. Maar inderdaad, dat is vanaf omdat ook dat die een mot gebruikt heeft, dat heel die boel is weer gedaan, hè. Oh, wacht even. Ja, die wordt nog die kam, jongen. Ja, dan nog geen naar boven.
Yo, Phoebe. Ja, of pak er een keer die 4-2. Nee, niet in een boost. Hier. Ja, wie weet lukt het wel. Star. Ah ja, het gaat moeten proberen tot het werkt, hè. Het is safe te laten. Ja, maar het is toch iets roers, hè. Nee, die kan jong doen. Ah, maar ja, maar kan ik niet verder wieren kunnen? Ja, mijn grootste akkoord is weg nu. Oh, grootste akkoord. Ah ja? Normaal moet dat je laatste zijn, hè? Dat moet je wel goeie zijn, denk ik. Kijk. Oh, Remco, heb je nog die ding? Die... Wacht, die... Ik heb dat direct gedaan, gewoon die levels weggedaan en ik kwam gewoon op het juiste prof... de juiste save van daarvoor. Ja, maar, kijk, ja. Dus het klopt iets niet bij je. Die vrachtwagen is metro. Wat kan je skin in metro, ja? En dan de eerste vakken is 124. Ja. 100. Ja. 94. Ja, tweede. 360. Ja. 0. Ja. 98. Ja, derde vakske. 360. Ja. 80. Ja. 16. Laatste vakste. Is 0, 0, 0. No. 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 Als we. Ja. Festival en dan die band moeten halen. Waarom zaten we er toch niet met TV? Wanneer? Wanneer? Ah, die nieuwe staat zelf nog niet in Discord. Blijkbaar. Dat was toch... Oh man, nee, ik heb hem nu vergeten op te slaan. Nee, maar dat is toch niet de juiste. Maar die... staat zelf nog niet in Discord. Die sport, denk ik toch wel? Het is een foto. Maar we hebben de code zijn al er nog niet eens toe. Oh. Dus als ik die code niet heb, hè. Maar wacht, doe ik er zelfs de kleurcode als... 360. Wacht, kan je het eens aan. De eerste vakken is 124. 124. 100. 100. 94. 94. Tweede. Tweede is... 360. 360. 0. 0. 98. 98. Mm-hmm. Ja. Dan derde 360. Ja. 80. Ja. 16. Ja. Laatste is 000. Allemaal een 00. Ja. Nee.
zit er iets van groen in de ja. Ja, kijk. Ja. Hier. Was zo, maar volgens mij zit er meer groen in, ja. Wacht, hier. Dat er meer groen in. Zie je dat, zie je Remco? Ik weet het niet meer. Maar ik heb pijn, het is nog zo lang geleden en... Als die foto dan in Discord staat, zie dat wij geen nu. Of is het al hetzelfde? Oh, dan kijk je in, hè? Ja, het is staans, weer Remco. Wacht, ik kwam hier een keer aanpassen, nee? Mijn kamion, Remco. Wil ik dat ik hem doorgezet heb. Dus, dien. Hier, ja. Moet wel even spijzen, vind. Oh, maar oh, mijn ding stond er niet in, ook zie je hier. Wat raakt zien, hè? Er was moet erin staan. Hier ook Belgische vlasjes gepakt. Wat ik gewoon proberen weer zo te zetten. Hè. Ik zeg niet dat het gewoon niet meer. Hier. Ja, dien. Ja, dien ooit mee. Dien. Ja. 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 Oké. Maar hier zat het met die angel. Dat is het enige verschil dat nu niet, hè? Ja. Ja. Hier. Ach, waarschijnlijk die pakt. Hier. Die. Ja, het zijn de die dat moet heen. Ja. Oh, ik heb nu 8 weer die ding niet even slingen. Dat bordeaux. Ja, ik was nu zwart, maar... Oh. En anders eens, kijk je dat, ik kan het ongeveer kijken. De wielen oven, ja, is zwart. Zwart. Hier is zwart in. En hier ook zwart. Voilà, ja. Hé, dat er nu ver gelegen moest staan. Het zijn open met die dingen hier. Ja, maar dat was het. Ja, maar wacht, ik wil met een andere camion gaan komen. Wat een ander. Ja, ja, een ander type. Van, dat is de Nesse, het is de Nerre. Ja, maar op 4 februari, het al 7 jaar geleden van 4 februari. Ja, ik snap. Hij reed toch al lang niet meer met die camions van dingen. Dan heb je dus ook, ik weet niet hoe lang dat je er niet meer in. Dat snap ik niet dat hij die camion dan krijgt. Wacht, kon die een keer bevestigde bestellingen? Eh? Oh ja,
kan geen kwaad ooit al gaan genoeg hè. De nere, twinneke. Maar kijk, zijn zoon, ik kan jong zijn gewoon, kijk. Kijk. In de teamte. Kijk, je hebt nummer 35. Dat klopt iets niet. Ik had er in de teamte. Wacht een keer. En dan kan ik mijn boel weer afsluiten. Dus ik sluit hem af. Nu. Denk ook plezierlijk oversmitten. Dat is de kleine moe van. Dat is de kleine moe van. Het is 10 voor. Ja. Ja, kan moeilijk wel lopen naar kanaal, man. Kijk, zie je het? Maar wat is het probleem eigenlijk? Waarom moet ik dat iedere keer niet tegenkomen? Waarom? Lekker kan een nieuwe. Ik zou zeggen, probeer een keer een van januari te laten, maar ja, als je dan weer in de kamion zit. Ja, dat had ik niet verstaan. Kan ik kijken, wacht, kan ik kijken naar zijn instelling. Allee, bedoel naar zijn motor. Want waar nu ligt, kan mijn diender wat op staan. Dus, dat klopt toch wat ook niet. Ik had het toch allemaal even zwaar. Ja, oké. Oké, ja, dat klopt allemaal. Wat is het probleem? En in één trailer had er het achtergepakt, die stelt niet meer, het is nu trailerbeheerder dan. Nou wel, Remco, Pees inderdaad. Dat we die namen gepakt hadden. Gewoon een keer kijken. Oh, maar moet ik echt dan al die dingen weer opnieuw doen of wat? Meen je dat nu echt? Ja, maar eindelijk. Oh, maar meen je dan nu? Meen je dan nu echt? Ja, maar kijk, bij jou stond dat hier wel heel vol, weet je het niet meer? Ja. En hier ook? Want ik heb weer een beetje bekoop niet doen, ja.
Ja, maar ik kan ook niet hoeveel garages, ik weet niet hoeveel mannetjes erin. Oh, maar dit is ding, het is juist. Het zijn geen... En waarom staat mijn garage hier in Praag? Wel, moet zeggen, ik snap het zelf niet. Dus moet dat wij wel zeggen, Remco, dat moet werken. Dus dat wil zeggen. Wacht hier, camionconfiguratie kleur. Epsilon. Oké. Trailer. Was dat zo? Ja, hè. Of was het bovenkant? Weet je dat nog? Ja, maar kun je dat dan niet veranderen? Jawel, ja, met de welverlichting. Die kleur is goed, hè? Die kleur is goed, hè? Ja. Oké. Okay. Nu, wat gaan we nu doen? Is, allemaal bij mij is met mijn ding hier, het is goed. Hier. Ja. Ja. Natuurlijk pakken dat groen. Toon. Ja. Achter die muren, hè. Ten die muren, hier, Remco. Dat een. Die zand in het zwart steken. Ja. En die dingen. Pak als we steken. Ja, oké. Okay. We waren een beetje dubbel weer, maar ja. En nee, luister, ik wil beter gewoon het zwart steen hier. Op PG. Ik wil dat al beter is, zo. Als we, en die ga ik veranderen naar. Die ga ik veranderen naar. Is dat dezelfde? Is dat dezelfde? Ja. Ja, oké. Dus de mooie zit dan nu moet de juiste kampioen zijn. Hè? Ja. Oké. Ja, klaar. Ja, wacht. Bevestigen. Mijn kampioen heb moeder. Als ik denk dat ik kon aanpassen hier in mijn kampioen, weet ik dat niet meer. Ja, nee, dat was met die ding, dat is juist met die mods hier. Ja, je hoort. Ja.
Dus dat wil zeggen dat die wat nog een keer gaan moeten opnieuw. Oh, mijn jong toch. Ja, al bevestigd. Even vieren. Leggen. Oké. Tap. Ah, maar ik zet er niet in ding. En promos. Dus nu zie je allemaal zwijgen. Dus ik hoop nu heel Remco dat je hem hier pakt op promos. Ja, maar gewoon een keer loggen. Hup. Oké. Kan ik even afgezien mijn geluid wat aanleggen? Geluid. Allee, ik hoop van zegen, even. Ja, weet je wat dat is? Ik begin het nog liever als we weer opnieuw, dan dat ik heel opnieuw moet beginnen. Ik snap niet waarom hij zo ver achterkomt. Ja, heel te zien, hè? Ja, ik kom wel een heel stuk achter, van waar dat ik kom. Maar ja, meen je niet dan nu? Show transport, maar kijk je dan nu niet meer moedig dan? Ah, maar die instellingen gaan hier wat weer anders dan zie je. Bij jongens. Ja, oké. Okay. Dus het is de juiste kampioen, hè, Remco. Ja, dat wel. Oké, we gaan nu een keer hier. Tap. Hier. Yeah.
instellingen. Waarom moet ik geen instellingen doen? Ja, kan het niet anders of zo doen, hè? Maar wat stom denk je dat hier nu? Oké. Klopt mijn stuur? Nee, mijn stuur klopt niet. Och, maar meen je dan niet dat je wat hier moet aanpassen voor die kampioen? Meen je dan nu echt? Eens kappen. Dat je ook? Oké. Remco, waarom moet dat ook zo moeilijk doen? Ja, waar is die ding nu? Ja, maar dat stuur, want het is juist een volledige servo. Oh, man. Oh, dan moet je niet dan nu dat men nu nog een keer moet drogen, wat? Waar zit die cruise control weer? Oké, die net weer van. Weet je wat ik wel afvraag? Of dat hoe dat komt, dan dient er wel weer loon met dezelfde pro-mods. Allee, ja. Bedoel je, man? In ieder geval, het is komiek. Oh, ik heb alleen gewoon een klein ritje binnengebracht hier, Remco. Oh, ik kan niet klagen, hè. Dat is wel, maar is het ook nog zeer weer binnenkomen?
Hoop het. Wat op je andere profiel kwam, zal je trucje bij. Je trucsboek. Ja, maar man, dat we gaan. Oh, nee, nee, niet dat. Wie wil dat hier dan met mijn profiel? Is het, ik zei 4 bit, zie je, is gehackt in mijn profiel. Waarschijnlijk. Iets. Dus dat wil zeggen dat nu nog een keer andere lokale mods gaan moeten afvallen, basic voel. Oh, ik had er nu al zoveel tijd in gestoken. Jongens, jongens, jongens. Maar ja, Karoljo, kleine twee uurtjes erin en we zijn er, Remco dus. En V, we gaan weer Fortnite spelen. Ah, nu wel. Ja, vertel hem. Ja, 10 uur. Gaat het stoppen met stormen? Wat, om 10 uur stoppen met stormen? Ah ja. Heb je net er al gezien? Heb je juffrouw dat gezien? Ah, juffrouw heeft dat gezien. Dat is waar. Dan zijn ze zeiden, heb je het bericht ook? Dat is mijn button. En wat zie je de walen nu? Dat, van dat andere, dat wordt de kleinste hier. Ja. Nee, dat is goed, is maar dat je ervoor met fiche moet invullen voor bezoek aan te plannen. Nee? Ah ja, wat dan een beetje. Ja, liefke. Eén. Ja, en dingen vindt, hij is dingen door gebied wel. Je hebt nog een beetje een boet, je hebt nog een beetje een ding gekregen, maat. Een straffe gekregen, die kerel. Ja, maat, wat is het? 3 maanden gevangen. Ja, gevangenisstraffen. Maar met uitstel van 3 jaar. 800 euro boete en 20.000 euro schadevergoedingen. Om
omdat hij zijn meningen hier. Jawel, je mag, hè. Ja. Ja, je mag, hè. Je mag een video's maken, maar... Je mag niet dingsten, hè. Wat moet ik dat nu gaan zeggen? Je mag niet doen wat ik dat me gedaan heb. Nee, ik wil het zo zeggen. Oh. Ja, maar vind je dat wel erg, dat je je eigen meningen niet meer mag uiten? Hij had ook namen gezegd van die... Ja, maar dat was gewoon omdat de naam niet zei dat hij of zo natuurlijk. Mm-hmm. Ja, had die jongen dan nu wel zijn mening over gegeven? Dat is toch, ja. Eenmaal 20.000 euro boete, kameraad, huishoudenvergoedingen. Zijn er nog niet naast, dus liggen we maar. Dus Remco, gebeurt het, hè. We gaan ons mening niet meer zeggen, hè. Dus... Want je ziet dat niet mag, hè. Allee, Remco, wat vind je hier van de staat, hè? Ik wou het niet zeggen, we zijn misschien nog het beste van nu. We zien dat je het wel verloren hebt. Ik ken niet, hij gaat verloren, hij heeft drinkt. Ja, ik zou het verloren in. Ja, ik zou het, van de ene kant zou ik er niet meer in zijn. Want, de ding spreekt toch dat je het recht hebt voor je meningen te zeggen. Ja. Die wat? Die comments van Nightbot. Andere man wel. Maar het is als niet waar. Als je had dan nog geen serie van die comments? En Febe uit de OZI van opa Knol. Ik heb ook helemaal geen stage van morgen. Maar toch bluf ik me af hoe dat komt, dat doe ik eens een rap gegaan. Ja, je was serieus ziek al sinds, ja, dat wel. Maar ja. Dat zwaar rappen gaan gaan. Allee, ja.
Ah, Phoebe. Wil jij hier met iets bezig? Nee. Nee, wil jij een keer iets bekijken? Ja. Als jij dus je denkkader hebt dan allemaal, dat van gisteren. Dus die alleen noemt dat nu. Die admin denken allemaal en dat ander, die vibe games aanleg, openzet. Wil je een keer uw 5M opstarten? Opstarten. Ja, moet dat niet gaan. Moet je aan de computer aanleggen. Hem direct aan. Join zeker onze. Ja, ik zie het al. Ze gaan op Twitch, maar niet op YouTube. Ik ben daar zijn nog met Twitch. Hij wordt geen. Ja, anders gaan ze niet op Twitch. Hè? Ah ja, en op YouTube dan. Weet je nu hoe je moet verbinden? Ik had onderaan een keer kijken of je even voor je aan het tussen de computer aan te leggen. Ook wel een keer weten of dat we hier gaan gaan, want mijn broer wil het niet lukken. Watch time. 739,42 uur in Remco. Pardon. Ja, ben direct weer. Kan je eens kijken. Ja. Ja, Phoebe, je is aan het opstarten met mijn computer. Ja. Ja, papa, we moeten vertrekken. Oké.
Dat PBU ding staan ook nu ook. U, wat u... Ik heb hem nog gisteren gedaan in voorhonderd. Daarom moest u een profiel kunnen maken. De Vibe Games daar en die anderen. Dus die twee moeten openstaan. En toen moet je van je webmap starten, dat je de voorpagina krijgt. Ja, dat heb ik. Ja, en kijk nu een keer, wacht hé. Links in de bovenhoek. Ja. Heb je daar spieren staan, hè? Ja. Onder die balken, wat zou je zeggen? Staat er dan een fijn balkje of niet? Het is er eigenlijk juist, ja, juist onder. Nee. Ah, maar wacht, ik ben nog niet in geloofd in mijn. Ja. Ja, het moet wel overal zijn geloofd in de Phoebe. Inderdaad, dat klopt. Dus toen ga je 5M weer moeten afleggen. Ik hoop dat ik hier gewoon de juiste even start nu. Yo. Of was het niet tegen ik, Ramco? Ik weet niet, ik kan zien dat hij een zuster was, of het een of het ander. Nee. Opeens kan ik niet meer inloggen in TX-admin. Het staat juist de wachtwoord. Ja. Ja, het probleem is dat we nu niet kunnen kijken, mits dat ik live ben. He. Zij laden, want allee, ook, ja, ik wil het nu niet kunnen verstaan. Andere monotoon zou beter kunnen kijken, Phoebe. Want het is gewoon een beetje voor te weten, ook, of dat je hetzelfde probleem hebt, liet je broer. Ik weet dat Jan toen een ticket aangemaakt die alles zijn, maar ja, ik weet het nu niet juist in hoever. Heb je wel de Vibe Games in de lock, dat wel goed. Maar kijk dat nu, als u nog steeds uitkomt, zal ik dan ook kijken. Laten we de installatie voltooien, zeg mijn computer hier nu. Oké, dan nu mijn dienst. Ja, wel. Ik wil het echt niet worden. Oh. Ik ga hem buiten smeten, die computer. Ja, kijk dat ook opeens. Jij hoort je een ding. Nee, niet. Pak nu nog wat aan op de groene zin, of? Ja, ik pees dat, ja. Ja. Ik kan dat misschien wel doen, maar ik weet niet of dat nog wel goed kan. Wow, dat maakt niet uit. Ik ga je nu nog aan te leggen, ik pak nu nog wat aan te leggen. Ja, je zoekt maar ook te heren, nee, want je zoekt weer maar zo'n bad in, ik dat kijk. Ja? Ja. Gaan we wel hebben, kom. Wacht. Oftewel, ik hoor het hem nog zeggen. Ik hoor het hem nog zeggen. Ah, wat? Ja, mijn handen zijn verstieken. Zitten er wel een betere stukken misschien om u?
Maar denk met een koelingen, een waterkoelingen. Je zet, ben ik er aan het kijken, hè. Voor zijn slot zijn vol van huizen. Weet je, dat is de videokort, terwijl het is ook een nacht, hè. Dat die zit nog 8 gigabyte. Mocht pezen dat er dat een nieuwere type is. Kent je Senecios? Pieper, kun je dan een keer herhalen? Senecios. Nink. Nink. Dat is een urbexer van een in Limburg en die heeft een dingen gedaan voor donaties van. We gaan ervoor zorgen dat hij niet alleen deze boete van 20.000 euro moet betalen. Ja, hey, maar ik heb dat ook tegengekomen. Op Facebook heb je die ding dat je soms tegenkomt van HLN. En mensen die daarop reageren van laat me hem steunen, laat me mollen een bedrag starten naar zijn rekeningen. Van de 20.000, hoe 700 en zoveel. Het is helemaal juist uit te sprongen. Ja, gasten, ik doe wel een inzameling actie. Voor een nieuwe computer. Ja, het is maar een computer van. Ja. Het is maar een computer van 50 euro. Als je wil sponsoren, altijd welkom. Ga je iets? Maar er zijn er wel YouTubers en al S-teamers aan dat doen, hè? Ja. Heet er, of daar zaten ze toen een donatiebalken. Wat is het? De steur, ik zeg nu maar iets. Voor een videokaart of het een of het ander. Of voor een bureau, of voor een scherm, of weet ik het nog helemaal wat. Hè. Allee. Ik kan doen dat, ik kan een andere donatiebalken zetten. Weet je wat, Jin? Ik had erop zetten dat ik een nieuwe auto willen. Ik had een duur pakken die er is. En ik had toen gewoon een fortje kopen. Ik had toen naar de garage gaan. Naar de garage gaan en erin komen. En even een foto van trekken. Kijk, mijn nieuwe auto dat ik had. En ik had er rond in mijn portje. Maar zou iedereen een kind dat zo doen? Dat vraag ik me wel af. Dan ze een donatiebalken zetten. En dat uiteindelijk. Nou, ze nu zeggen het is voor een broer of het een of het ander. Maar dat het uiteindelijk, ja, dan is die bro gestaan eigenlijk, bij wijze van spreken. Maar dan is het toen zeggen van, kijk. Dus wij zeggen, ik heb nog niet staan, hè. Mag ik er wel een donatiebalk voor zijn? Ja, en in zekere zin, het is misschien een rare zin, maar als je de hele dag bij die streamer zit of doet, allez, weet je hier wat, basic ik kon van, oké, ja, het is wel degelijk doof worden. Allee, basic ik kon, hè.
Jo, is mogelijk hier. Is hij aan het torten naar ijs zit? Hé, maar 20 dus is wel veel, we moeten voor scoren vroeger. Ja. Ziet hij zegt wat? Wat is er zo? Aan een mens durf zijn meningen zeggen. Hè? Mm-hmm. Is hij ervoor gestraft? Ja. Ik zou iedereen moet mijn meningen zeggen, omdat ik eigenlijk van die politiek vind en van die verkakte burgemeester van Quittenborg. Hè? Maar vind, ik weet dat ik ook veel boeten honger had hebben. Maar dat heb is mij uitstaan. Het is wel nog steeds een straf. En dit komt ook op mijn strafblad. Dat is waar met de reuzomers ook niet gebeurd is. Niks op mijn strafblad is volledig blank open. Ja, maar dat snap ik niet. Wat wie we zijn een keer gauw. Die mensen die van die zaak van Sanadia, die hebben niks op hun strafblad. Hè. Die hebben niks gekregen aan ACID. Die gooit zijn mening. En ga de namen van die reuzenhoemers zijn en die krijgt een heel ding. Dat ja, wat, maar weet je, ja, snap je dat niet, Fieber? Ik wel. Ik snap dat volledig. Dus, die gasten die je daar zegt, van die reuzenhoemers, dat zijn misschien minsten gewone werkminsten. Ja. Dus, wat gebeurt er? Ah, mogen ze toch een beetje besporen, want zijn dat en dat het tegenkomen. Hè? Toen, iemand die toch zijn meningen wil overzeggen van, kijk, Art, zet als we en als we, dat is mijn meningen. Wat doen ze? Ze klagen naar man. En, wat is het probleem nu? Met dat ze weten dat dingen een YouTuber is, hey, dat zijn inkomen is, wat gebeurt er? Ah, we gaan dien, want, hey, weet je wat dat is? Je gaat genoeg en dat. En als we zijn het gewoon allemaal in akkoord geven, dat is niet meer en niet minder. Die het meeste halen, en je moet voorkomen, oftewel gaat de zaak winnen, oftewel gaat je moet immens veel betalen. De staat is gewoon, het is gewoon feit van, de staat zijn zakrollers. Maar die gasten hebben ook niks op hun strafblad. Ah ja, nee, maar voilà. Voilà, ik ga dat bloem zeggen, niet Fiebe. Die kerel is gewoon een zware straf gekregen nu, oh ja. Hè? Voor hun zijn mening te uiten. Plus het komt ook op zijn strafblad, doordat de meningen gezegd zijn. Ja. En ze weten ze er ook aan, het zijn veel mensen die kijken naar hem. Je hebt veel volgers, noem maar op. We gaan een keer aan het licht brengen welke persoon dat is. Maar ook de mensen die hem ook weten hoe lang volgen, nee, weten dat hij hem is gewend. Hij heeft zijn mening over hoe dat zit, hoe dat men erover denkt. En het probleem is, de staat kunt dat gewoon niet meer leven omdat hij dat doet. Zo moeilijk is dat. Ja.
Nee, niet meer en niet minder. Wat een persoon moet leven, is dat wel lief, je ziet dat. Ah, wat? Ik heb video's op TikTok gezien, als mensen hem ontmoeten, zo lief van dat hij is. Ja, maar weet je wat dat is, he? Het zijn veel mensen die hem niet kunnen verdragen. En gewoon, duur, dat recht uit is, dat, hoe dat het zegt, hoe dat het uitlegt en hoe maar heb. Maar in principe, zo mijn koe mollen zou moeten zijn. Gewoon zeggen wat je peest. En wat dat hij zegt van, kijk, ik, dat is mijn mening. En van mij mag je hem nog meer zo'n filmpjes maken, maar ik heb, maar ik vind het gewoon erg, dan zijn partner omdat hij zijn meningen zegt, hè. Dat is gewoon jammer, hè. En dat heb je niemand die kwaad gedaan, hè. Nee. Dat is dan nog naast van ons, hè. En, had je moet iemand kwaad doen, hè? Jongen misschien geen schoolvergoeding moet betalen, bij wijze van spreken. Ja. En nu doet hij niemand die kwaad, gewoon zijn mening is aan, hij zit met die schoolvergoeding van 20 euro. Dus met wat zie je biezen? Allee, met wat is de stout biezen? Ik snap het al, wil maar niet. Je had er wel een ding van, maar we hebben nog een. Ja, dat is sowieso die nog bijna zie je. Maar dat 100% zie je. Maar mensen die niet te skiën worden op de media, en noem maar op, of bedreigd worden op de media, en gaat dan mee naar de flitten. Ik ken niet iemand die dat hier komen. Je hebt dan mee naar de flitten gegaan, hè? Wiens bedreiging en hoe mollen dat een kroeg. En weet je wat dat hij had als antwoorden? Nee. Ah, maar dat is de media. Oh, nee. Dus moet ik even hier, hè? Ja, de media is een openbaar platform waar je moet zeggen, wat je wilt. Maar als je zegt wat je wilt, dat je geen blad voor je mond pakt, wordt ongestraft. Dat is hem gewoon. Hè. En eindelijk drie maanden gevangenis straffen met uitstel. Wat er gaat verdomme je een bro doet en ze kunnen hem pakken. Je is vrij, allee bedoel. Beter kan die gasten pakken niet. Ik die pester gaan noemen, man. De diesel moet je beter kippen en de diesel moet je beter kippen boet. Maar ja. Als je klacht gaat indienen omdat je gepest hebt of het een of het ander heeft kolen, is van, oh jongen, moet er maar van klappen met kolen. Ja. Dan doet school er niks aan, ik zal nog niet praten. Ja. Kijk, mijn Fiebe, ik word zo zeggen. Ja. Ik kwam hier een paar moment toe. En zegt die tegen ik, zegt ze. Stella, mag niet. Nee, niets van. En ze komt hier toe. En zegt tegen ik, zegt papa, zegt ze.
zijn er twee in mijn school die me pest. En ik zei ja, ik zei ja. Ik zei, weet je wat? Ik zei, maar je moet dat zeker maken aan de juffrouw. En dan ja, wordt dat moed. Ja, maar zei ze tegen, ik zei, papa, heb jij dat gedaan? Ook zei hij dat gedaan. Ik zei, wat doen ze eraan? En ja, niets, want dat gedrag er was twee uur bij. Maar ik zei, het is goed, kijk ik. Ik zei, papa, toen ik kom binnen 14 dagen achter u naar school. Ik zei, maar toen ik het wel wie dat is. Ik kom er naartoe aan die school. Baby komt naar buiten. Ik zei, tegen u, ik zei, het weet ik wie dat nu is. En ze duwt die twee verswinden dan. En wel, mijn Phoebe. Ze wil niet weten hoe dat die school is toen te kijken. Echt. Dat worden dus, ja, twee, ja, je weet wel, hè. En, ik zei het in zullen. Ik zei, ik hier nu nog geen keer moet staan, ik zei, van mijn club te maken, hè. Ik zei, ik zweer het ook, ik zei, hem, je broers, je zusters, ik zei, weet ik, ik wil je winnen meebrengen. Maar ik zei, ik zit er niet mee, hè. En ze begon toen in zullen talen, ken je dat, hè? Omdat ik het niet, ja, ik verstond ik dat niet. En ik zei het tegen je zoon, ik zei, we zitten hier, ik zei, het is hier een zwarte klap tegen je zoon. Ik zei, ja, en kijk. Zouden we wel direct gestopt zijn, zeker? Ah, wel, moet zijn. Ik vraag het nu aan het ze nog een keer, hoe zou ik zeggen, van? Hé? En ik moet zeggen, ze zijn het niet meer geriskeerd. Ja, kijk. Ik kijk dat echt niet achter, of dan nu vreemden zijn, of weet ik, ik viel over, ik kijk me niet achter. Omdat ik ook zei, ja. Als de ouders spreken tegen de beste zoon, stoppen ze hem als schulder tegenklapt, dan blijft het maar doen, blijven ze het maar doen. Ja, maar ze verwachten, weet je dat is? Ze verwachten dat niet. Ik weet het nog goed, al Janko Kleine wat? Nee. Wat was die? Die zat nog in Dinko, in de kleuterklas. En ik stond er aan die school te wachten, maar dat was de school echt wel vreemd, dat is echt niet te doen. Je hebt tot 90% van de vreemden en 10% baven. Tof wat? Echt hoor. En op een bepaald moment. Ik ga ja, de school poorten gaan doen. Ik ga achter dingen, achter Jan toe. Ja. En wat gebeurt er om met kei vindt? Ik word aangevallen door een vreemde. Ja, ja. En als je nu nog één keer dat en dat. En ik zei tegen nu, ik zei pardon tegen nu, ik zei wat kan je hier bij geven? Ja, en je weet het hier wel. En morgen staat mijn man hier en En wat ik zei tegen u, ik zei, laat je man een keer uw man komen tegen u, ik zei, we zullen een keer zien wie dat er gaat. Maar wel lukken vindt, dat je erachter die kerel stond daar, hè. En die kerel komt naar ik. En, zegt die kerel tegen ik, ja, wat is het probleem hier, hè? Maar echt, die echt was zijn beste voor Nederlands te klappen, die kerel. Ja. Ik zeg, het probleem. Ik zei, moet ik goed worden tegen hem? Ik zei, ik ga naar binnen achter mijn zoon. Ik zei, uw vrouw of ik zei, uw moeder. Ik zei, ik weet niet wie dat is. Ik zei, van mij aan. Voor een kindje die niet van ik is. Want liep een kindje mee. Ja. Omdat dat kindje blijkbaar toch zo gedaan heeft. Ik zei, tegen die vink, ik weet er nog niet wat. Maar ik zei, ze me wel de juiste mensen aanvallen. Ik zei, heb je nu toch niet zeker? Ik zei, dat ik het mee ga laten doen. Ik zei, door honderden of wat. Je naar de vlammen zou gaan, zijn al zijn roepen tegen elkaar en zullen er talen daar. Ik weet het, kijk niet veel wat anders is zijn, maar in ieder geval vindt dat klonk niet zo goed. Maar dat is het, als je terug dat je benauwd bent, is je verloren. Als je er weer staan, hè? Oh, ze zijn wel Ola. Hart, ik laat ze wokstellen, dus moeten ze er mee wokstellen laten. Hoe moeilijk is dat? Ja.
Wat is niet erin klaar, zolang dat. Zo lang dan ze me maar stellen lo, al je bedoel. Maar weet je wat dat is? Er stond direct van, ja maar ja, jij bent racist en jij bent zie en jij bent klaar. Er stond direct dat hé. Racist ben ik het niet meer. Want ik is ook aan de zaven mensen die in. Allee. Gaan een Filipijnse. Gaan van waar is die in? De kant van Marokko is die aan hun mannen. Zijn vrouw is ook van een ander land. Dus allee. Ja, er kijk genoeg hè, vreemden, maar je moet wel een beetje normaal doen hoor, hè, natuurlijk. Ja. Oh ja. Wat ik zei, ja, ze komt onderuit uit van ja, hij zit racistisch en weet ik het nog allemaal wat. Maar ja, pieuw, dat is twee mensen. En eerlijk gezegd, de ding van nu vind ik ook serieus veranderd. Moet gewoon nog veel veranderen. Hè. Ja, we zijn terug. Joe, welkom back, Remco. En het smaakt. Oh. Ah. Dat is het bijzonderste. Oud gesmaakt. Ah, is zeker op dingen vanavond komt. Ja, Rampo. Wil je dan nu een correct antwoord hebben of moet ik erachter slaan met mijn klakken? Maar wat pees hij? Pees dat hij gaat komen of? Wat pees ik? Kijk. Ja, ik pees dat hij gaat komen dat hij mag zien hoeveel minuten. Ook, dat is het ene dat ik pees. Want je wil een paar keer niet zeggen, kokoom, maar we zien hem toen niet. Allee. Oeh. Dus. Wil het maar zijn, niet? Dus, ja, wat ben je hier? Ja, morgen moet ik achter mijn dochter, ja. Maar ik ben dat hij niet gaat komen. Ja, maar, ja. Maar kijk, hij was ook op een donderdag, hij was terug niet. En, meen het die Remco? Ik ga er korte matten mee maken, hè. Want we worden hem niet, we zien hem niet, allee bedoel. Maar de dag dat het wordt van, ah, we kunnen erin, of, ah ja, morgen ga ik er zijn, hè. Het is dom, ik zou mij aan een einde dat je er ook al in kan. Hè. Want dat ga ik toch heel kak vinden. Hè. Stel dat ik er een mens die en hem geraakt erin. Geraakt feber in of niet? Ja, maar
Phoebe weet al verwacht. Verstand dat het mis met verwacht wordt. Phoebe? Hoor niet, niet. Wat is dat, jongen? Ja, niet wel. Ah. Ja? Zeg. Wachtwoord, wachtwoord. Sorry, Phoebe. Heb ik eens dat je, laat me zeggen dat je wachtwoord mis is. TX-admin. TX-admin. Toen ga je hier moen aan, Remco 5, hè. Toen ga je, wacht, die kun je daar eens aan je moen zetten. Dus probeer je nog een keer in te loggen, maar niet inloggen. Allee, je weet wel, hè? Oh, nu heb ik wel iets. Wat kijk je? Ik wel iets vrij anders dan gisteren. Ja? Kon je een TX admin. Oh, nee, wat staat gewoon op live, kom je zo in die link, wacht, hè. Het is gewoon dat balkje dat je moet. Ja, ik heb misschien wel antwoord heb antwoord. Waarvan van het keer had niet moesten laten. Om dat te kunnen doen. Maar natuurlijk, ja, ik weet niet aan wie dat jij wil vragen, dus kan je niet kijken. Maar we zijn er wel mee bezig, dus. Ja, en mij, je hebt hun hetzelfde gedaan, ik dat nog gedaan, bij Gide, dus. En het ook alle machtiging. Hier staat je, dus ja. Ja, ik zou hem moet niet zijn, kon ik kijken in de computer, want ik weet eigenlijk niet. Om iemand te vragen, dus. Ja, maar voor mij maakt het niet uit, je weet al, ik wacht al. Ja, ik weet, maar allee, ik vind het niet geest, ik kan het zo zeggen. Want stel nu, ook dingen erin die. En bij hem lukt het wel. Oh, ik kan me dan nog slechter over voelen. Om van. Want indien die er niet bij is, hè? Moet je bij is, raak er toen in. En de mensen die nog aanwezig zijn, raak er toen niet in. En oh. Phoebe staat open. TX admin. Ja? Ja, maar je mag dat zeggen, niet Phoebe. Of het is de haalbrief, daar open staan jullie ermee. En kijk een keer of je daar een reset paswoord kunt doen. Dat is een zesjes probleem. Wacht, oké. Salam alaikum, Braka. Gewoon een keer rappen. Gewoon een keer rappen kijken hoe hij Phoebe. Is het goed? Gewoon een keer. Top. Ja, oké, okay. Die staat er ook nog goed. We gaan een keer kijken, nee. Ja.
Oh, maar jongen, man. Wacht, wij zo terug. Ja, doe maar, doe maar. Wanneer heb je dan zien? Oké. En dan hier een hangdraai. Oké. En dan. Inderdaad, dat staat dan niet. Adet. Ja. Niet, maar ik. Ja, maar je weet nou dat dat van hier zo wat is. En dat is die TX, hè? Ja. Ja, meneer Fiebe, dat moet. Dat doe jij. Je gebruikersnaam en al. Ja? Nee, je moet die op die CFX-ding daar klikken. Ik had het juistaalste probleem. En dan hier. Wacht. Ja, zo. Hier staat ook zo, dus in principe, allee, laat zien, doe je het nu al voor die ram komt. Febe zit erin, hè? En Febe dat dingetje? Wacht, maar ik bedoel, Jantli Febe erin gestoken, hè? Wacht, dat kan ik hier wel zien, hè. Dat is geen probleem. Maar anders had ik mijn kliniek de zin. Of niet, of het zie, is het de zin. Niet in zijn ding gewoon in zijn admin menu, maar bij extra fibe er wel in. Ik vind het raar, zei zo anders. Een volledig ander menu dan dat ik krijg of zo op dat CF ding. Kan ze een keer rucht u daar gewoon een keer op in van uw CFX gegevens? Kan. Fibe? Ja. Anders moet ik uw scherm die jongen. Ja, wat achter dat ze. Ja, dat lucht. En nu krijg ik dat. Zonder dat ding. Iemand klopt iets. Heb je op die link gekregen dat Jantli doorgestuurd? Ja, al de hele tijd. Klopt ook iets niet, ja. Deel de scherm een keer. Die ene keer eens kijken. Weet je wat, ik ga hier mijn stream afsluiten. Tot de volgende keer. Ga je dat probleem oplossen? Kijk nog dan wat kunnen oplossen. Ja, want hoor je wacht op vanavond, dan moet je daar speciale stream niet weer afsluiten. Mooi, jawel. Arts. Ik ben ingelogd en nu komt er zoiets op van dingen. Ah, ja, wacht. Je moet die stream nog niet afsluiten. Nee, kom wel. Oké, nu komt het erop. En dat ben ik. Ik sta dan die meisjes. Kijk hier. En als
Ja, weet je, dat is, kijk, het is toch kalm. Het is aankomen hier, Remco, die het nu in zit, dus. Ze zitten in een CFX, denk ik. Ze zit erin.